We zijn al jaren bezig om ervoor te zorgen dat we steeds minder restafval krijgen. En een van de zware onderwerpen in het restafval is de luier. Want die zit dan vol met vocht als de kinderen hun plasje en hun poepje gedaan hebben. En die luiers die werden nu bij het restafval gegooid. En we zijn nu in staat om dat apart in te zamelen, zodat we dat ook kunnen recyclen en dat het weer hergebruikt kan worden. Nou is kinderdagverblijf de Dartel de eerste, maar niet de laatste denk ik. Het gaat op meer plekken in Leiderdorp gebeuren. Ja, je moet natuurlijk op zoek naar plaatsen waar vind je luiers. En een kinderopvangorganisatie heeft heel veel kleine kinderen waar ouders met hun kleine kinderen komen. En dus wij hopen dat al de ouders de luiers van thuis inzamelen en hier in de bak gooien van het kinderopvang. En we zijn op zoek naar eigenlijk alle vestigingen van de kinderopvang in Leiderdorp om ook die luiers bakken neer te zetten, zodat we ook daar luiers kunnen gaan inzamelen. Er staan er hier twee. Een beetje kind verbruikt best wel wat luiers per dag. Volgens mij gaat dat heel hard. Hoe vaak worden ze geleegd? Nou, ze worden eens in de twee weken geleegd, maar de leidster van de Dartel zei al van we hebben eigenlijk al twee bakken extra nodig, vier bakken. Want als we eens in de twee weken ze legen, dan hebben we gewoon vier bakken per week nodig, misschien wel vijf zelfs. Nou, er staan er nu op dit moment zes bij de gemeentewerf, dus er gaat er waarschijnlijk wel eentje van de gemeentewerf deze kant op. En we kunnen ze gewoon bijbestellen en dan komen er gewoon weer binnen een week wat extra bakken. En dat geldt ook voor de andere organisaties. Wat levert dit op? Dit levert op een aantal tonnen minder restafval. En dat is wat we met allen willen. Hè. We hebben als gemeente gezegd, de vangnorm is voor ons van belangrijk. Van afval naar grondstofnorm. We moeten eigenlijk terug naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar. En we zitten nu in Leiderdorp op ongeveer 200. Dus er moet nog heel veel vanaf. En elke kilo helpt. En dit geeft een aantal kilo's minder restafval per inwoner. Moeten we niet gewoon luiers verbieden en kinderen katoenen luiers laten dragen, net als vroeger? Nou ja, dat is een goeie. Dat is nou echt een goeie. Ik had pas een gesprek met iemand en die gaf aan van er zijn tegenwoordig ook hele moderne stoffen luiers die je gewoon in de wasmachine kan wassen. Niet van die oude doeken die je met spelden moest vastzetten, maar echt wel goeie doeken die je ook kan gebruiken voor kinderen. Nou, misschien is dat eigenlijk nog wel beter, want die zijn echt nog veel beter voor het restafval.